We zijn hier vandaag bij de avondvierdaagse wezens op de tweede dag. Voor de hoeveelste keer is het gehouden? Het wordt voor de 33ste keer gehouden. En hoe vaak heeft u al meegelopen of zit u alleen maar in de organisatie? Ik zit alleen maar in de organisatie op dit moment, maar vroeger toen ik zelf op de basisschool zat, of toen was het nog, wat voor school was het? Komt even niet. Ja. Toen hebben we ook meegelopen, ja. Okay. Lopen jullie ieder jaar dezelfde routes of worden er ieder jaar andere routes uitgezet? Dit jaar is er voor alle kilometers de 5, de 10 en de 15-1 route hetzelfde en de rest van de routes is allemaal omgezet. En welke van de routes is het zwaarst? Ik denk voor sommige mensen de rolstoelroute, want je zult die rolstoel eens maar moeten duwen, 5 kilometer. Maar de 15 kilometer is toch wel het langst om te lopen, maar dat zijn wel de fanatiekelingen die daar lopen. En je hebt ook altijd de zwaarste dag in een avondvierdaagse. Welke dag is dat? Die hebben wij niet. Wij hebben standaard de kilometers aangehouden die ook op de papieren staan. Dus de 5 kilometer staat gewoon voor 5 kilometer. Kan eens een keer 200, 300 meter verschillen. Geldt voor de 10 en de 15 net zo. Is het ook moeilijk om ieder jaar vrijwilligers te vinden? Wij hebben eigenlijk te putten uit de standaard vrijwilligers elk jaar weer. De nieuwe vrijwilligers zijn er toch elke keer wel wat die afhaken. En ja, daar is het toch wel weer moeilijk om te zoeken. Maar ons kent ons in wezen, dus dat scheelt nogal een stukje. En waar moeten jullie allemaal aan voldoen met de veiligheid? In ieder geval verkeerveiligheid staat bij ons hoog voorop. Dat betekent dat de verkeersregelaars allemaal geïnstrueerd zijn door de politie. Wij hebben ze met juiste hessen op de weg staan. Dat betekent dus ook dat je de juiste verkeersregelaars hessen moet hebben. We kijken naar de groepen die meelopen, van jongens dat ze niet te dicht op elkaar lopen. Het zijn eigenlijk wel de basisdingen. Maar er zijn geen speciale politie's aanwezig of ambulance mensen? Wij hebben iemand in de organisatie zitten die is vrijwilliger verkeerspolitie, volontair bij de politie. En die heeft constant contact met de politie. En hoeveel uitvallers hebben jullie gemiddeld per jaar? Dat is een moeilijke vraag. Dat weet ik eigenlijk zo niet. Ik geloof niet dat er veel zijn die uitvallen. Misschien een keer 2 of 3, maar vorig jaar kan ik me niet heugen dat er wat uitgevallen is. En wat maakt deze avondvierdaagse in wezen zo speciaal? Dit jaar is het speciaal dat we defilé gewijzigd hebben. Normaal gesproken gingen we met een optocht door Wezep heen. Dan verzamelden alle wandelaars zich of hier op het plein of op de schoolpleinen. Dit jaar hebben we gekozen om de defilé op te nemen in de route. Dus nu loopt iedereen, zeg maar, de 5 kilometer, loopt de laatste 1,6 kilometer over de Noordsingel en dan hier naar start en finish. Ook de 10 kilometer loopt het laatste stuk over de Noordsingel. De 15 kilometer net zo en de rolstoelen ook. Oké, helemaal goed geregeld. Dank u wel. Dank je wel.